Sandra, wat voor verschillende materiaalsoorten heb je nou voor de outfits? Je hebt bijvoorbeeld Gore-Tex, Hypervent, Sympatex. Er zijn natuurlijk, iedere fabriek probeert natuurlijk een waterdicht en ademend jack te maken. Deze jas is van Gore-Tex. Gore-Tex is een laminaat. Dat zijn twee lagen die op elkaar geplakt zijn. De onderste laag die is uit elkaar gerekt. Er zitten piepkleine gaatjes in, dat wel jouw lichaamsvocht er doorheen kan. Maar aan de bovenkant, zeg maar, dus niet het vocht, die waterdruppels zijn groter, die kunnen dus niet naar binnen. Dus hij is waterdicht en ademend. Oké, dus eigenlijk zweten zonder nat te worden, als je heel plat zegt. Dat is de grap. Oké. Deze is van Hypervent. Dat is een coating. Die is op de binnenkant van de jas geprint. Dat is een goedkopere constructie. Ze proberen daar natuurlijk hetzelfde mee te bereiken als een laminaat. Ook kleine gaatjes in de coating. Alleen deze ademt wat minder als dat de Gore-Tex jas doet. Deze zit in een wat lagere prijsklasse. De waterdruk van deze is natuurlijk lager. Dus hij kan minder waterkolom, heeft een lagere waterkolom. Na het wassen dan wordt er geadviseerd om te wassen met een waterafstotend middel. Maar dat is vaak pas na 2 of 3 keer wassen. Dat hoeft niet direct de eerste keer. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is een windstopper. Als het lekker weer is, wil je eigenlijk in je trui skiën. Maar daar waait natuurlijk de wind doorheen. En als je dit aan hebt, dan is het net alsof de deur dicht doet voor de tocht, zeg maar. Dit is een laminaat, dus is er op elkaar geplakt. Hij is ook hartstikke dun. Ja, een stukje vlies. En een membraan voor de wind. En hij is ook waterafstotend.